Ini kita mau ke Safari Park. Safari Park Bexbergen. Ini kita mau ke kasa, mau beli tiket. Tuh, udah 50 tahun, guys. Udah ada sejak 50 tahun safarinya. Nanti kita lihat binatangnya di dalam mobil, guys. Tuh harganya tuh. €22.50, guys. Ini cuma show. Sek antri by the kasa. Pada safari, guys. Leeuw, kijk de leeuw daarboven. Op je auto. Oh, wauw. Great. Zie je dat, zeg drie? Lion, guys, lion. Zie je hem niet? Ja, daar. En achterin staan die neushoorns helemaal, zie je? Achterin. Ja, dat zijn die. Dat is de buitenkant. Dus kijk, zie je achter die antilopen, achter die hoek? Itu bus safari, guys. Bus safari itu. Tuh harimau, guys. Iya. Nanti kita mau naik bus, guys. Sudah benteng Javanicus. See that? First Javanicus in this antelope. Binatang Jawa nih, benteng. Paardje boek. Paardje en jam. Oh, banyak burung, guys. Oh. Malkang. Vietnam. Kijang tuh guys, tapi Vietnam kijang. Tuh bis safari tuh. Kita mau naik safari boat, guys. Kita antri di sini dulu. Tunggu boat yang kedua. Thank you.
Hi guys, ini kita di boat. Mereka masih antri tuh. Er zijn er maar twee, namelijk in en zoveel je wil vertellen. Voor het afval hebben wij prullenbak aan boord. Hier achterin, voorin één en beneden nog één. Die kunnen volgens kut hier. Is het nou een kameel of een dromedar? Nou, de dromedar, daar hebben we één bul. Dan heb je nog de kamelen, die hebben twee bulten. En dan alle lama's in Zuid-Amerika, lama's. Die hebben geen poten. Dat is allemaal dezelfde dingen die de eeuw poten doen. En dat zie je aan deze eeuwplaat natuurlijk, die de poten hebben. Kamelen die hebben twee hoeven aan elke poot, of lopen in ieder geval op hun tenen. Dat doen de volgende dieren ook. De Mesopotamische damherten met de stipjes op de rug, de Pater Davidsherten. Nou, dan leven de kamelen en de Pesaltiepaarden in de Gobi-woestijn. De Mesopotamische damherten in het Midden-Oosten, zo rond Israël en de Pater Davidsherten. En dan kan die later weer gebruiken als voorraadje. En omdat hij er zo zuinig mee kan omgaan, had hij ook bijna al het water wat hij binnenkrijgt uit zijn eten. Dus sommige kamelen, die hebben wel een half jaar goed te doen gedaan. Nou, inmiddels zijn we te zeggen of het warm is of koud is. Antarctica, de Zuidpool, of het ook goed zijn. Dan kan ik gewoon zeggen dat het heel erg is. En dan zie je dat de kern, het binnenste gedeelte dat van bot gemaakt, allemaal kleine bloedvaartjes. En die bloedvaartjes in die horen die zorgen ervoor dat het bloed in die horen afkoelt. En het stroomt door die horen voor alles naar de topstroom. En dan hebben we hier nog twee andere dieren, de eland antilopen, ja. Jembatan. Broek. Ik zat die broek. Allemaal extra ballen. En dan meer rechte keuken. Nee, zie je niks. De blaren is dan toch altijd gek. Dan moet je goed kijken. Kita. Oh, de kat blijft maar in de kiel niet bij. Ini kita kayak di Afrika kan. Nou, inmiddels is de ringstaanmakie een van de minst bedreigde makies van Madagaskar. Maar er zijn soorten daar, soorten makies waar er nog maar 50 zijn. Ja, dat is een beetje uitkijken, maar met de ringstaanmakie is het nog nooit een goede. Dan zien we hier een paar voorbeelden van de mannen die horens dragen bij de antilopen en de vrouwen die dat niet doen. We zien daar vooraan denk ik buiten de boot. In ieder geval nog tot 5:30. Dan gaan we sluiten. Een hele fijne avontuurlijke dag. Geniet er allemaal nog van. En ja, hopelijk tot ziens.
grote geit. Gorilla. Jalan nih sambil lihat-lihat dari dekat. Main sebentar tuh guys. Oh ini gajah nih. Ya, Olifant. Lihat gajahnya. Oh, dari kira mau kaya. Mau lihat burung. Garis tuh. Buayanya gede-gede. Ini kepala krokodil nih guys. Wow. Gede banget. Terus ini kakinya guys. Kaki krokodil nih. Beneran nih guys. Cek lihat apa tuh. Lihat kayak lihat. Ya, leopard masih under water. Oke. Dat zijn helemaal. Cek naik krokodil. Pada nari tuh guys. Terima kasih udah ngikutin kita jalan-jalan ke Safari Park. Safari Park Bechtenberge. Thank you for watching. And please subscribe my channel. Bye.